Mijn naam is Laurens Visser, momenteel 26 jaar en nog steeds de jongste scheidsrechter in de Jupiler Pro League, onze eerste voetbalnationale in België. Ik was nooit de getalenteerde voetballer, maar ik had één grote passie en dat was voetbal. Dus ik zocht een nieuwe uitdaging en werd vervolgens scheidsrechter. 10 jaar later mocht ik mijn droom waarmaken en debuteren op het hoogste niveau, onze Jupiler Pro League. Scheidsrechter worden is misschien niet de makkelijkste job, maar het geeft een enorme grote voldoening als spelers en trainer na de wedstrijd naar u toe komen en zeggen: scheidsrechter, goede wedstrijd gefloten. We hebben jullie nodig. We staan wekelijks samen op het veld. Zonder scheidsrechters is er geen voetbal. We hebben jullie nodig. Ook ik startte 10 jaar geleden in het provinciale jeugdvoetbal. Het is daar dat ik echt de passie in de arbitrage gevonden heb. Elke week werken met die jonge gasten, geweldig. En vervolgens de waardering die we terugkregen van de mensen er rond, prachtig. Scheidsrechters maken deel uit van het voetbal. We maken ze niet altijd even makkelijk, maar we hebben ze wel nodig. Hou je van voetbal? Durf je initiatief nemen? En heb je veel verantwoordelijkheid zien? Word dan scheidsrechter. Ook wij analisten hebben jullie brood nodig. Ik had het niet zo ver gebracht in het professioneel leven als ik niet voor scheidsrechter had gekozen. Word scheidsrechter. Wij hebben u nodig.